Jij acteert niet alleen, jij doet nog veel meer. Kijk even mee, want we hebben je even gegoogeld. Oh jee. Yuval is 27 jaar, maar niet lang meer, want dinsdag is hij jarig, tegelijk met prinses Beatrix. Tegenwoordig acteert hij dus veel, maar bekend werd Yuval door zijn deelname aan het dansprogramma So You Think You Can Dance. En hij is nog steeds gek op dansen en dat doet hij dan ook altijd en overal. In de maat. Echt overal. In een kledingwinkel, op een vliegveld of met een aap op zijn schouder. Voor zijn plezier dus, maar ook voor zijn beroep danst hij nog veel. Zo heeft hij zijn eigen dansschool in Zaandam. En hij treedt op, kijk, zelfs een keer voor de koning en koningin. En eigenlijk is het een wonder dat Yuval al die danspasjes kan onthouden, want hij is namelijk vreselijk slordig en vergeetachtig. Sleutels binnen laten liggen. Mijn oude sleutels, maar ook mijn huissleutel. Ik ben mijn paspoort thuis vergeten. Dus nee. Ik ben als een gek aan het rijden. Vorige week ben ik mijn portemonnee kwijtgeraakt voor de duizendste keer. Ja, is het echt zo erg? Waar halen jullie dit van? Ja, jullie halen dit van internet en ik heb het zelf gepost. Alleen van jouw eigen YouTube-kanaal? Van mijn eigen YouTube-kanaal, ja. Maar hebben jullie het echt allemaal aangeklikt? Ja, ik heb alles bekeken. Oh, wat erg. Oh, wat erg. Maar is het zo erg? Ik ben heel slordig. Ik ben heel chaotisch. Ik ben nooit getest op ADD of ADHD. Maar het zou heel goed kunnen zijn dat ik dat wel zou hebben. Ik ben gewoon heel snel afgeleid. En je vergeet dus wel eens wat. Oh, sorry. Dus ik vergeet nog wel eens wat. Mijn paspoort, als je naar het vliegveld gaat. Mijn portemonnee ben ik al 1000 keer kwijtgeraakt. Wat ik nu dus thuis heb, ik heb thuis een bakje links. Als ik binnenkom en ik weet ook, ik leg mijn portemonnee en mijn autosleutel of mijn motorsleutel en mijn huissleutel leg ik daarin, zodat ik een vaste plek heb. En dat scheelt mij elke ochtend 15 minuten.